toen Jonas in de walvis zat. Een man opent een luik in de grond en klimt voorzichtig naar beneden. In de kelder aangekomen schreeuwt hij: "De machines kunnen niet meer uit!" "Dat is waar," zegt de vrouw. "Daar kunnen we niet veel aan doen. De machines kunnen niet meer uit. Maar zo blijft het ook lekker warm en hebben we licht in het donker." De man kijkt bedachtzaam en vervolgt zijn relaas. "Ze hebben voedsel nodig, ze hebben dorst. Zelfs als we ze niet meer willen voeren, blijven we onherroepelijk de maag van het beest vullen. Met onszelf, uiteindelijk." En de man haalt een hendel over en drukt de serie knoppen in. "Nee," zegt hij, "dit mormel krijgt niets meer van ons." Dan begint het vertrek te schudden. De hele kamer wordt plotseling verzwolgen onder krakende geluiden. Men kan immers niet doden wat een deel van hemzelf is.